Operatie Market Garden is de grootste luchtlandingsoperatie ooit. De operatie bestaat uit twee delen. Market, de luchtlandingen, en Garden, het grondoffensief. Het doel om de Duitse Siegfriedlinie heen trekken en zo met zo min mogelijk weerstand de Tweede Wereldoorlog nog in 1944 beëindigen. Op 17 september 1944 landen Amerikaanse parachutisten bij Somme, Veghel, Grave en Groesbeek en Britse op de Ginkelzij bij Arnhem. Ze moeten de bruggen over kanalen en rivieren veroveren om zo de weg naar Arnhem vrij te maken voor het grondleger. Duizenden Britse soldaten hadden de opdracht om de Rijnbrug te veroveren. Dat lukte ze, maar het werd na dagenlange zware gevechten steeds moeilijker om die brug in handen te houden. De geallieerden worden steeds verder teruggeslagen en lijden zware verliezen. De brug bij Arnhem blijkt een brug te ver.